Hoi, ik ben Florence van Immobilia en ik ben hier bij de Overbuurtseweg 21 in Bleiswijk. Deze vrijstaande woning hier achter mij, dat is de woning waar het om gaat. Je ziet het al, ruim perceel, mooie woning, voldoende slaapkamers, een drietal in totaal. Garage aan de achterzijde en parkeren op eigen terrein. Ik ga je nu laten zien hoe de binnenzijde eruit ziet. We beginnen hier aan deze zijde. Dit is een van de twee entrees, maar er zit nog een entree ook aan de andere zijde. En hier dus de hal met aan deze zijde het toilet. En daar gaan we straks kijken. En we komen hier binnen in het eetkamergedeelte. Keurig voorzien van een laminaatvloer, raamdecoraties en ook nog uitvalschermen die elektrisch zijn. Airco unit. Hier hebben we de keuken. Nou, voorzien van hier een ovenmagnetron. Vaatwasser zit erin. Koelkast allemaal voorzien. En uitgevoerd met diverse apparatuur. Vanuit hier lopen we door. Hier hebben we dus het woonkamergedeelte. Ook hier weer de airco unit. Ook hier weer de uitvalschermen, dus de zonwering. De gashaard hebben we hier nog zitten. En hier kijk je ook op de serre. Dat ga ik je nu aan de buitenzijde laten zien. En natuurlijk nog die mooie airco. Dus veel lichtinval ook hier in dit gedeelte. Vanuit hier komen dus vanuit het woonkamergedeelte in de eigenlijk de tweede entree wat ik net zei met hier nog een wastafel. Hier hebben we nog de serre. Dus daar kan je zowel via de zijkant als via de achterkant naar binnen. Dan lopen we nu hier om. Dan hebben we hier nog de garage. En hier is het ook mogelijk om een auto voor te parkeren en hier komen we dan weer direct uit in de tuin. En ik ga nu zorgen dat we de bovenzijde gaan laten zien. Daar hebben we een tweetal badkamers, slaapkamer met badkamer en suite en nog twee extra slaapkamers en een kleine bergruimte. We starten hier in de badkamer. Hier is de badkamer met eventueel wasmachine, droge aansluiting en hier dus het douchegedeelte met nog wat meubilair qua opbergruimte. Ook hier weer de laminaatvloer. Er zit eventueel nog een vliering op. Opbergruimte. We hebben hier slaapkamer nummer 1. Dat is een beetje een langwerpige kamer. Met daar dus mogelijkheid voor het plaatsen van het bed. En we hebben hier nog de kastruimte. En hier zitten we aan de voorzijde van de woning. Lopen we door naar slaapkamer nummer 2. Deze slaapkamer is uitgevoerd met een wastafeltje. En die zit aan de zijkant van de woning met hier dus nog een klein balkonnetje. Dan lopen we door. Dan hebben we hier nog een toilet. Hier nog een kleine bergkamer of werkkamer. En hier hebben we de hoofdslaapkamer. En hier dus met een kastenwand, balkon. Ook hier weer de airco unit. En we hebben hier, de, wat ik net vertelde, de badkamer. Dus de badkamer en suite. Hier dus met douche, bad, een badkamer, meubel. En hier zit ook aan de zijkant van de woning. En dan hebben we eigenlijk alles gezien. Nou, mocht je zeggen, ik vind dit interessant en ik wil de woning graag komen bekijken. Dat kan, bel ons, stuur ons een e-mail. Dan maken we samen met jou een afspraak om deze woning te bekijken.